Dames en heren, allen die hier achter mij staan, geweldig spel hebben jullie vertoond vanmorgen. Heel erg onder de indruk. Die indrukwekkende uitvoering van het heilig bloedwel vind ik het fijn mijn complimenten te mogen geven aan allen die deze middag hebben mogelijk gemaakt. Want dat zijn nog veel meer dan alleen hier achter mij nu staan. Ik wil jullie allen bedanken voor de grote inzet voor de Heilige Bloedstichting vandaag, maar ook alvast voor morgen. Ik weet dat iedereen die meedoet enthousiast is. Maar het enthousiasme wordt ingegeven door de organisator van dit evenement, Toon Slaats. Ja. Toon? Annie is er ook en die wil ik ook graag hier hebben. Toen je in 1970 in Boksel kwam wonen, wisten ze je direct te vinden met het verzoek om bestuurslid van de Heilige Bloedstichting te worden. Je zei direct ja en vanaf 1971, nu dus 42 jaar, ben je betrokken bij de organisatie van de Heilige Bloedprocessie in de rol van secretaris. Elk jaar weet je weer zo'n 600 figuranten te binden aan de processie. Je toont hierbij een grote mate van verantwoordelijkheid. Elk jaar is er weer het spannende moment op de dag zelf. Kan de processie wel doorgaan gezien de weersomstandigheden? Jij beslist dat. Dat is bij het niet doorgaan een moeilijk besluit. Maar je weet daar goed mee om te gaan. Maar bij wel doorgaan, vele duizenden beleven een hele mooie middag. Met veel plezier komt het college morgen deelnemen. Want dan zal het zeker net zo mooi weer zijn als vandaag. De Heilige Bloedprocessie is van grote invloed geweest bij het besluit om de Sint-Peterskerk tot basiliek te verheffen. De laatste 5 à 6 jaar worden er meer activiteiten rond de bloedprocessie georganiseerd. Zoals het heilige bloedspel wat we vanmiddag zagen. Ook daar ben je nauw bij betrokken. Dat zijn niet alle maatschappelijke activiteiten van jou. Want daarnaast ben je vanaf 1973 tot heden actief lid van de tennisvereniging LTV de Merletten. Je verzorgt thans de ledenadministratie tot ongeveer 800 leden. Daarnaast heb je onder andere barkdiensten gedraaid en heb je meegereden aan de winterladdercompetitie. Vooral die ledenadministratie is een hele klus. Je doet dat uiterst conscientieus. Want zo ken ik je nog als hoofd af en ruimtelijke ordening van de gemeente Boksel. Ook op dat vlak heb je veel tot stand gebracht. Ik ben oprecht blij dat ik als bestuurder jaren met je heb mogen werken. Ik ben daarbij gevormd door mijn eerste leermeester, Toon Slaats. Op dat moment heb je dat niet zo in de gaten, maar ik waardeer dat des te meer nu achteraf. Van 1999 tot heden ben je redacteur van de afdeling tekst-tv van de lokale omroep Donderland. Toon, samenvattend, je verricht sinds 1971 bestuurlijke activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Je hebt je geruime tijd voor de samenleving ingespannen en je hebt anderen gestimuleerd. Alleen met mensen zoals jij houden we onze Bokselse samenleving levend en aangenaam. Bij besluit van 17 april 2013 heeft het Hare Majesteit de Koningin u dan ook behaagd om jou te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.
proficiat. En het is ontzettend verdiend. We hebben dit stotten elkaar jarenlang meegemaakt en dat ervaren. En wat ik allemaal gehoord heb zojuist gehoord. En ik ben jullie allemaal nu aanwezig. Het is hartstikke fijn dat jullie dat even met Toon hebben gedeeld. Dat hij het ook verdient op die manier. Ik wens jullie vanavond heel veel plezier bij de volgende voorstelling. En ik zie jullie waarschijnlijk allemaal morgenmiddag bij de processie. Ja. Dankjewel Hans. Ik moet zeggen, het was voor mij een complete verrassing. Ik had er ook niet op gerekend en ik denk ook niet dat ik het verdiend heb. Want de processie, maar ook dit spel, is alleen maar mogelijk door de hele vele vrijwilligers die ons achter de schermen helpen. Dus vandaag bij de spelbeweging, maar dat is ook bij de processie. En daar ben ik heel blij mee, want anders kan de processie niet blijven. Maar wat nog belangrijker is, er is geen processie zonder deelnemers. En gelukkig hebben wij elk jaar voldoende deelnemers. Maar het wordt moeilijker om vooral de kleine kinderen en de tieners te krijgen. En daarom doe ik bij deze oproep, vooral voor die mensen, probeer met z'n allen die processie in stand te houden. Want de processie hoort bij Boxen en het heilige bloed hoort bij Boxen. Het is een traditie, het is een geloofsbelevenis. Alsjeblieft mensen, zorg met z'n allen dat het blijft. En morgen zien we jullie allemaal terug bij de processie. Dank u wel. Ik ben het